Welkom in deze video. Vandaag vertel ik je waarom je moet trainen met een battle rope, wat je hiermee kunt en ik laat je een aantal oefeningen zien. De battle rope. De battle rope wordt ook wel het hardlopen voor het bovenlichaam genoemd en dat is niet voor niks. Met een battle rope verbruik je tot 100 calorieën iedere 10 minuten. En het is niet enkel een zware oefening voor je armen, je schouders en je rug etc. Maar ook vooral voor je core, voor je buikspieren. Ik zal straks een aantal oefeningen voordoen en dan zal je zien dat je door je heupen moet gaan en je buik verschrikkelijk hard moet aanspannen. En daardoor creëren we niet alleen maar heel veel stabiliteit, maar trainen we ook heel goed de buikspieren. Met battle rope wordt eigenlijk altijd intensief getraind. En dat is heel handig voor mensen die of heel veel haast hebben met de trainingen, of mensen die na hun training nog even het laatste beetje energie eruit willen pushen. Meestal als je korte setjes maakt van 20 seconden aan, 20 seconden rust, 20 seconden aan, dan kan je aan 10 minuten trainen al genoeg hebben. De battle ropes die je vaak tegenkomt zijn de 15 en de 9 meter. Maar je kunt natuurlijk ook een touw kopen en dit zelf op lengte maken. Mijn battle rope is 15 meter en persoonlijk zou ik deze weer bestellen, omdat je deze gemakkelijker lichter kan maken als je hem een paar keer om een paal heen draait. Voor heel veel vrouwen is dit vaak nodig. Wat ik het leukste vind aan een battle rope is dat de techniek niet heel erg moeilijk is. Dus je kunt je lekker uitleven. Je kunt echt dat allerlaatste beetje energie of juist als je mee begint met de training gelijk vol gas voor gaan. Het is gewoon simpel slaan en je helemaal uitleven. Met battle ropes kan je echt eindeloos veel oefeningen doen. Squats, lunges, met een box, links-rechts bewegen, etc. Ik kan het zo gek niet opnoemen. Ik zal nu een aantal oefeningen laten zien en ik begin met de lichtste oefening en ik eindig met een zwaardere oefening. Er bestaan zeker 50 verschillende soorten battle rope oefeningen. Dit waren zomaar een paar die mij te binnen schoten. Maar zo heb je een beeld bij wat je precies kunt doen met deze battle ropes en hoe ze ongeveer werken. Wil je nou nog meer van zo'n soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kun je je gelijk abonneren en dan ontvang je iedere week een nieuwe video gerelateerd aan fitness. Bedankt en tot volgende week.